We zullen nu een rondgang maken doorheen onze instellingen en u daarbij de nodige uitleg verschaffen over de wijnbereiding en vooral over de schuimwijnen volgens de oude champenoise methode. Om te beginnen hebben we hier de druivenpers. Deze wordt natuurlijk alleen gebruikt tijdens het seizoen van de druivenoogst. Deze periode ligt tussen half september en einde november. Op dat ogenblik worden er door de coöperatieve ISCA dagelijks duizenden kilo's druiven aangekocht. De druiven worden eerst geplet door een pletmolen. De sappen, welke alsdan vrijkomen, vloeien rechtstreeks naar de gistingskelder. Het zijn de eerste sappen, dus de zuiverste en tevens de best geschikte voor de bereiding van de champenoise methode, ofwel voor de verkoop als zuiver ongegist druivensap. De geplette druiven vallen in de gemetste kuipen en blijven daar ongeveer 24 uur rusten. Nadien worden ze overgeschept in een perskorf. Gevuld met ongeveer 1000 kilo druiven wordt de korf onder de pers gebracht. Het persen gebeurt vervolgens onder hydraulische druk van 180 kilo per vierkante centimeter. Dan komen de resterende sappen naar buiten en vloeien langs de reten van de perskorf rechtstreeks naar de gistingskelder. Deze sappen zijn bestemd voor de gewone wijnen. Op deze manier, dus eerst pletten, nadien persen, kunnen we uit 1 kilo druiven ongeveer 80 centiliter sap verkrijgen. Hier bevinden we ons in de gistingskelder. De druivenpers, welke we zo even gezien hebben, staat hier juist boven. Bij het persen van de druiven komt het sap langs de leidingen in de tanks gevloeid. Iedere tank heeft een inhoud van ongeveer 16.000 liter. Ze wegen 5 ton, want ze zijn helemaal uit staal. Binnenin zijn deze tanks bezet met een speciale glasemaai, dus best te vergelijken met een thermosfles. Dit is wel nodig, want tijdens de gisting mag de wijn nooit in contact komen met het blote metaal. Moest dit wel gebeuren, dan zou er oxidatie verwekt worden en zouden we slechte wijn verkrijgen. De gisting in deze tanks duurt ongeveer 3 weken. Eens de gisting gedaan, worden de wijnen zo vlug mogelijk overgetankt naar de eigen vaten. Dit om aan de wijnen een fijne oude smaak te geven. Als de tank dan leeg is, ligt er een dikke laag bezinksel in. Om dit te verwijderen en tevens de tank zorgvuldig te reinigen, moet er iemand langs het mangat naar binnen. Dit is een gevaarlijk werk, want er zijn altijd al koolreuken en gassen aanwezig, zodanig dat men na een verblijf van 30 minuten in de tank dronken wordt van de reuk. Een verblijf van een uur zou noodlottig kunnen worden, daar er steeds gevaar is voor verstikking. Deze kelder is de lagerkelder. Na de gisting in de grote tanks komen de wijnen hier en blijven in de eiken vaten rusten. Dit zo lang mogelijk. Gewoonlijk is dit een jaar tot 18 maanden. De wijn wordt ondertussen regelmatig geproefd om na te gaan hoe zijn smaak evolueert. Eens tot volledige rijpheid gekomen, worden de wijnen vanuit de grote vaten door een filter naar kleinere vaten gepompt. Als de grote ton dan leeg is, moet ook hier iemand naar binnen door het kleine mangat. Dan wordt binnenin de ton ontsmet met sulfur en komt de wijn terug in de grote voeders, waar hij nog enkele maanden rust om vervolgens op fles te worden getrokken. Dit betreft de gewone wijnen. Betreft het echter wijnen welke bestemd zijn voor de champenoise methode, dan wordt afgetrokken direct in de champagnefles. Bij iedere fles wordt een kleine dosis champagnegist gevoegd en de flessen worden op stapels gelegd in een warme kamer waar er op dat ogenblik 23 graden de temperatuur heerst. Daar gebeurt onder de invloed van de gist en van de warmte de tweede gisting. De flessen blijven in deze gistingskamer een drietal maanden en na deze tweede gisting hebben we dan in de flessen een bezinksel en tevens natuurgas. Vervolgens hebben we de speciale bewerking om het bezinksel uit de fles te laten zonder het natuurgas te laten ontsnappen. Deze bewerking zullen we in de volgende kelder beter kunnen volgen. Alle flessen welke zich hier bevinden zijn in bewerking. Deze flessen hebben de tweede gisting ondergaan en nu moet het bezinksel in de fles zich langzaam naar de stop begeven. Te dien einde zijn de flessen op speciale rekken geplaatst. Iedere dag
worden ze door een vakman geschud. Terzelfde tijd wordt aan de fles een vierde draai gegeven en tenslotte moet iedere fles een beetje meer in verticale positie gebracht worden. Deze bewerking, dagelijks herhaald gedurende ongeveer 2 maanden, heeft als resultaat dat het bezinksel in de fles langzaam in de voorlopige plastiekstop is gegleden. Deze voorlopige stop is dan ook hol om het bezinksel te kunnen opvangen. Eens zover worden de flessen hier weggenomen. Ze worden dan in stapels gezet met de kop naar onder in afwachting dat men overgaat tot het degorgeren of uitlogen van het bezinksel. We willen er speciaal de aandacht op vestigen dat vanaf de druif tot verkoop van een afgewerkte fles we mogen rekenen op minstens 2,5 jaar werk van gespecialiseerd personeel. Het afgewerkte product is dan ook een echte methode Champenoise en is absoluut niet te vergelijken met een gewone schuimwijn. Hier kunnen we nagaan hoe het uitlogen of degorgeren gebeurt. De agraf over de stop wordt losgemaakt en laat de stop wegvliegen. Dit onder de invloed van de 6 kilo druk in de fles. De plastiekstop neemt het bezinksel mee naar buiten en tevens gaat daar ook een gedeelte van de inhoud van de fles verloren. Het verlies wordt dan aanstonds terug aangevuld met eau de champagne. Verder krijgt de champagne hier zijn definitieve smaak, het is te zeggen tot hiertoe was hij helemaal brut. Hier wordt aan iedere fles een min of meer grotere hoeveelheid liqueur bijgevoegd en wordt de champagne al dus demi sec, brut of extra dry. Aanstonds daarop wordt de fles gestopt met de definitieve dikke champagnekurk en vervolgens gemuilband. De afgewerkte flessen worden dan naar boven gebracht waar ze voorzien worden van capsule, etiketten en verdere afwerking voor de verzending naar de klant. Het laatste en bijzonderste werk is dan de fles terug leegmaken, hetgeen gewoonlijk veel vlugger en veel gemakkelijker gaat dan alles hier samen. Hier vlakbij hebben we de gistingskamers. Iedere kamer kan 25.000 flessen bevatten. De tweede gisting hierin duurt 3 maanden en nadien worden de flessen naar de speciale rekken gebracht om geschud te worden. Tijdens deze tweede gisting zijn er ongeveer 3% van de flessen die stuk springen. Dit betekent het verlies van de fles, de inhoud en al de werkuren die reeds voorbij zijn.